Goedendag en welkom bij deze presentatie over de Placitea Dipo-luidspreker, een gezamenlijke ontwikkeling van Temporal Coherence en Hepta Design Audio. Wie hebben hier allemaal aan gewerkt? Nou, dat is in eerste plaats Chris Rutgers van Hepta, Ton Huizen, Ron Eiling en Hans Vermalen, ikzelf van Temporal Coherence. Even in het kort, de achtergrond van de spreker is een groot muziekliefhebber. Het gebeurt gewoon van 3 keer per maand in het concertgebouw. Hij was gedurende zijn werkzame leven werkzaam als fysicus, CQ Olieboer, bij een grote oliemaatschappij. Hij is dus daardoor niet gehinderd door enig in de nek hegende boekhouders van leuk wat je bedenkt, maar dat vinden wij commercieel niet aantrekkelijk, dus dat gaan we niet doen. Maar hij heeft als natuurkundige een andere kijk op hoe je geluid moet weergeven dan veel anderen. En een voordeel van de natuurkundige is dat die alles kan. En het voordeel van de natuurkunde is dat je zowel kennis krijgt van mechanica als elektronica. En dat is bij luidsprekers wel handig, want beide zitten tot onderdeel van de natuurkunde. En heel belangrijk is dat we streven naar zoveel mogelijk transparantie in de weergave. Het systeem horen, die horen. Dus welke aandachtspunten hebben we gegeven? Nou, in eerste plaats afstraalgedrag, het tijdgedrag, zowel van hoog, midden, laag, maar niet te vergeten de combinatie van de 3. Het stereobeeld, dat moet loshangen van de luidsprekers en dat moet diepte hebben. Detaillering in het geluid. En een heel vaak achtzaam punt is de interactie met de versterker. Wat zit daar voor problemen? En geen voortgestuurd. Hoe storende artefacten moeten opgewekt worden. En dat stelt ook eisen aan de versterker en aansturende elektronica. Nou, onze topproducten, dat zijn de rondstralers, dat is de diamant en de piramide. Zijn betreft een afstraalgedrag heel erg goed, maar ze zijn niet goedkoop. Dat moet ik toegeven. Dus wat is het idee? Nou, we willen nog steeds die weergaan van hoge kwaliteit voor in de huiskamer. Die dingen zijn niet geschikt voor PA, maar ze moeten een stuk goedkoper zijn dan diamant piramide systemen. Maar ze moeten wel zoveel mogelijk de positieve punten van rondstralende systemen overnemen. En wat wel handig is, als het eenvoudig is om te bouwen van passief naar semi-actief, zodat je dus op een gegeven moment zegt van oké, ik heb nu een tijd met passief gespeeld, maar ik wil het systeem een upgrade geven, dan moet ik naar semi-actief overgaan. Dan moet je niet de hele zaak versloten moeten worden. En we gaan niet aanpassen aan smaak. Het systeem mag geen eigen bijdrage leveren, het moet gewoon een transparant venster zijn. Want al die eigen bijdragen, dat zijn in feite artefacten die niets met het oorspronkelijke muzieksignaal te maken hebben. Nou, een rondstraler is natuurlijk het beste wat betreft zijn afstraalgedrag. Een dipool is dan maar de tweede keus. Een rondstraler heeft natuurlijk onafhankelijk van de hoek, waar je kijkt, heeft hetzelfde geluidsdruk. Nou, een dipool doet dat niet helemaal. Het is een achtvormige afstraalkarakteristiek. Maar zit een stuk dichter bij wat je wil hebben dan van een gewone paneelluidspreker. Want die gaat in één richting sterk bundelen en in de andere richting is dat veel zwakker, terwijl deze in beide richtingen evenveel geeft. Waarom is dat een probleem? Nou, je indirecte geluid, en in een normale kamer is dat toch al gauw minstens 80 en vaak 90% van het totale geluid, krijgt een heel andere klankbalans dan je directe geluid. En dat is natuurlijk heel onnatuurlijk, want in de praktijk heb je dat niet. Daarnaast willen we een correct gedrag in de tijd hebben. Het tijdgedrag is heel erg belangrijk voor natuurgetrouwe weergave. We horen niet in frequenties, we horen in de tijd. Dat is een wijdverbreid misverstand. Het stelt hoge eisen aan de eigenschappen van de units. Je kunt het niet zomaar voor elkaar krijgen. En daarbij moet je geen wat ik noem, verkeerde zuinigheid toepassen. Je moet domweg de meest geschikte units kiezen. Voor de totaalprijs is dat natuurlijk niet gunstig, maar het eindresultaat wel. Het heeft ook consequenties voor het scheidingsfilter, of het dan passief of actief is, dat maakt niet uit. Het heeft bepaalde consequenties die gerealiseerd moeten worden. Want bijvoorbeeld een van de dingen is dat het strijdig is met wat dan in de volksmond wel heet scherpe filtering.
probleem is namelijk dat hoe scherper je filtert, hoe meer verspreiding, versmiering in de tijd je krijgt. Nou, we hebben een dipool, we hebben dus een paneel nodig, dat zijn afmetingen daarvoor. Nou, je zit dus er twee vuren in. Enerzijds wil je het zo groot mogelijk hebben in verband met koetjes de kortsluiting. En anderzijds wil je het zo klein mogelijk hebben. En dat is dan meer vanwege de women sectors factor ook wel vrouwelijke potentie genoemd. Het compromis dat we gekozen hebben is, we houden het vergelijkbaar met elektrostaten en magnetplana's. Een vierkant is het meest effectief en ik zal straks uitleggen waarom. En de maat wordt bepaald door de kwantumfrequentie tussen het laag en het middenhoog. We hebben in ieder geval een vooruitstralende tweeter op oorhoogte nodig om in ieder geval op de meeste plekken een goede klankbalans te krijgen. Nou, dan hebben we nog een waskast nodig, want met een paneel red je niet naar het diep. En we plaatsen erbij de proeven horizontaal. Net als bij de piramide en de diamant. En daarmee krijgen we een beter rondstraalgedrag in het laag. En dit is dan de praktische oplossing. Dit is de proeven in zijn behuizing. En daarboven hebben we dan een piramide gebouwd die nog helpt om het rondstralen verder vorm te geven. Dit zijn vlakken, ja, maar in vergelijking met de frequenties en de golflengtes die uit de boeven komen, is dat ding gewoon in feite meer een kegel dan een piramide. We gebruiken een akoestische box, ik zal straks uitleggen waarom. Het volume is bepalend. We hebben hetzelfde volume gekozen als voor de Hepta Sublimus Operator, per hoeve althans, zodat we dezelfde correctie kunnen gaan toepassen. En dat gaan we ook straks nog toelichten. De breedte maakt hetzelfde als het paneel, dat is ook wel handig. De diepte moet voldoende zijn om de hoeve in onder te brengen, dat is ook nog wel handig. En dan betekent dat de hoogte vanzelf volgt uit het grootste volume. Nou, wat kiezen we voor de woever? We hebben erbij gekozen voor een ding dat de Hepta al zijn sporen verdiend heeft. Hij heeft een stevige aluminium konus. Hij heeft dus geen opbreken van de konus in het frequentiegebied waar we het ding moeten gebruiken. Spreekspoel met vier lagen. Een faseplug houdt de spreekspoel langer in het magnetische veld, waardoor we lineaire gedrag krijgen. Geen open verbinding tussen, juist een open verbinding om de compressie tussen stofkap en polplaat te voorkomen. En zoals ik zeg, heeft al goede ervaringen met het topmodel van Hepta. En dit is dan de bloemen die het geworden is. En als we de frequentiekarakteristiek erbij halen, dan zien we inderdaad dat in het frequentiegebied van de gebruiker een keurig gedrag. Alleen hier zien we dan wat resonanties. Dat komt omdat we een stijve konus hebben. Kom daar straks op terug wat dan de problemen zijn. Middentonen, vergelijkbaar. We nemen een lange slaggeluidspreker die een grote uitslag mogelijk maakt. Dat is wel handig voor dipolen, want we hebben natuurlijk geen behuizing die de beweging remt. Ook die heeft een stijve aluminium konus, soepele rolrand, lichtgewicht spoel, koper bekleed om de geleiding te verbeteren. Goede impulsweergave, het tijdgedrag is erg belangrijk en dat hebben we hier ook gekozen. En ook daarmee zijn goede ervaringen in meerdere modellen van Hepta. En dit is dan de jongen die het geworden is. Nou, ook hier zien we weer het goed wat we gebruiken, een mooi gedrag. En ook hier zien we weer een aantal van die resonantiepieken die het nadeel zijn van een stijve konus. Dan de tweeter. Nou, we hebben een gekozen die een grote frequentiebereik heeft, de hoogte van 500 Hz tot boven de 30 kHz. En wat zeker erg belangrijk is, hij heeft een zeer goede impulsweergave. Het is één, misschien zelfs de beste die je op dit moment kunt kopen. En we hebben een test gedaan voor een workshop bij de Audio Engineering Society Conventie in 2017 in Berlijn. En daarbij kwam deze als de beste uit de bus. En we hebben hiermee ook erg goede ervaringen, zowel in de diamantpyramide, maar ook in meerdere modellen van Hepta. Dit is hem dan geworden. Dit is een softdrom. En dit is de frequentiekarakteristiek. Die is vrijwel heel laag, loopt heel mooi door tot boven de 30 kHz. En een kennis van mij van de Audio Engineering Society heeft voor die test een aantal proeven gedaan, dingen doorgemeten. Dit is een tweeter die we uiteindelijk verworpen hebben.
We zien daarbij een paar dingen, dat de aanzet, een soort vergelijking met anderen, en er zit een nogal vervelende resonantie in. Die zit ver boven de gehoorgrens hoor, die is van 25-26 kHz, maar toch lijkt het storend, zelfs voor meer seniorlieden. Dat is dan degene die een veel beter gedrag heeft. Je ziet dat de aanzet hier is veel scherper. En je ziet dat hij veel sneller weer tot rust komt. Ze heeft een veel beter impulsgedrag. Nou, dan het afstraalgedrag van het geheel. De tweeter is wel heel erg mooi wat betreft zijn tijdgedrag, maar hij heeft helaas een probleem. Hij is aan de achterzijde dicht. Nou, dat hebben we opgelost door de twee pedalen te gebruiken. Dat heeft tevens in dit geval een voordeel van de impedantie. Omdat ze in een serie staan, hebben we een impedantie die beter aansluit bij die van de middentonen en de laagtonen. Dit is dan het eerste prototype. Hier zit de woofer, hier zit de middentoner en dan twee tweeters. Eén die vooruit straalt op oorhoogte en één die achteruit straalt. En die is nu minder belangrijk wat betreft de positionering, want die geeft toch het indirecte geluid. Dus je dat een beetje uitvergroot, heb je hier de tweeter vooruit, middentoner en tweeter achteruit. Nou, dan hebben we de interactie tussen de luidspreker en de versterker. Die dingen interageren. De meeste mensen denken dat de versterker alleen maar vermogen richting luidspreker stopt, maar dat is niet zo. Je kan ook weer vermogen teruggeven als je niet uitkijkt. En die kun je optimaliseren door een vlakke, een zuiver ohmse impedantiekarakteristiek te realiseren. Want dan blijft de spanning en stroom zoveel mogelijk in fase. Je krijgt dan geen terugvoer meer van vermogen van de luidspreker naar de versterker. En een ander voordeel is dat als je met een buizenversterker werkt die een relatief hoge uitgangsimpedantie heeft, kun je kleuring krijgen door de impedantievariaties. Dan heb je dus geen last van als je een zuiver ohmse vlakke karakteristiek hebt. Nou, als je een passief scheidingsfilter ontwerpt, maar ook een actief, dan moet je rekening houden met een aantal aspecten. En is plaats de impedantie van de luidsprekerunits in hun behuizing. Want wat veel mensen niet weten, maar op het moment dat je het ding in een behuizing stopt, dan kan zo'n impedantie veranderen. Tijdgedrag en dempingsfactor, maar blijkt dat die is veel minder kritisch als je impedantiecompensatie toepast. Ik zal zo laten zien wat impedantiecompensatie inhoudt. En niet te vergeten het rendement van de verschillende units. Er zijn maar heel weinig speakers die perfect dezelfde rendement hebben. En een ander voordeel van de impedantiecompensatie is dat je passieve verzwakking gaat veel beter na impedantiecompensatie, omdat het dan zuiver ohmse weerstand geworden zijn. Nou, ik heb hier een afschrikwekkend voorbeeld uit de literatuur opgeduikeld. Ik zal niet vertellen welke speaker het is, maar dit is dan de impedantiekarakteristiek. We gaan eerst naar de getrokken lijn kijken. Dan zien we hier dat het een duidelijk basreflex is met een resonantiepiek van de woofer en van de poort. Dus een 4-ohm luidspreker, althans wordt hij verkocht. En dan zien we hem hier tot bijna 3-ohm zakken. Het begint hier op te lopen. Het wordt veroorzaakt door de spreekspoel van de woofer. Dan gaan we hier over een bult. Er zit hier ongeveer de scheidingsfrequentie tussen woofer en tweeter. Daarna komen we op de aflopende karakteristiek van de resonantie van de tweeter uit. Dan gaan we hier door een dal en dan komen we hier weer omhoog en dat is de poolinductie van de tweeter. Nou, dat ding dat varieert dus tussen iets meer dan 3 ohm tot bijna 15 ohm. Dat is bijna factor 5 verhouding. En zelfs wat daar aan toe zijn, waren het niet dat er ook een faseprobleem mee samenhangt. Dat is die gestippelde lijn, dan moet je deze waarde bij gebruiken. En dan zie je dus dat de fase van spanning en stroom, die varieert van deze kant zeg maar, min 30 tot bijna 45 graden. Dus op het moment dat de spanning en de stroom anders gaan in de fase, krijg je problemen. Ik ga proberen dat toe te lichten. Laat blauw de spanning zijn en donkerrood de stroom. Dan zie je in die rode ellipsen dat in die gebieden de spanning en stroom een tegengestelde fase hebben. De spanning is hier negatief
En de stroom is positief. En hier heb je de positieve spanning en de negatieve stroom. Wat is nou het probleem? Je versterker moet het opvangen. En om nou bijvoorbeeld een positieve spanning te realiseren, dan moet deze transistor open. En om een negatieve stroom te realiseren, moet die open. Dat wringt. Want ze eigenlijk kunnen ze niet tegelijk openstaan. Dus die moet open voor de spanning en die moet open voor de stroom. En dan is je helemaal niet voor ontworpen. Nou, wat dan een oplossing is, dus aanhalingstekens, is dat je met klasse A gaat werken. Want dan is een negatieve stroom is alleen minder positieve stroom. Maar dan heb je meteen een kachel in de kamer staan. Een klasse A versterker is een stroomvreter. En dat is niet echt leuk. Dus je kunt het probleem oplossen door te zorgen dat spanning en stroom in fase zijn. Want dan heb ik hier een positieve spanning, een positieve stroom, of een negatieve spanning, een negatieve stroom. Hoe doe je dat dan? Je gaat impedantiecompensatie toepassen. En hoe doen we dat? De impedantie van de luidsprekerunit wordt door een 8-parameter model beschreven. En ik heb dat in 1994 op de AES-conventie in Amsterdam gepresenteerd. Staat ook op onze website. En dit is het mooie model. We hebben hier een gedempt massaveersysteem. Dat is de resonantie van de speaker. Dan hebben we hier de gelijkstroomweerstand van de spreekspoel. En dan hebben we hier een inductie, oftewel inductie van de spreekspoel, met wervelstroomdemping. Dan zeggen we tegen de computer van oké, dit zijn de parameters, die weerstanden, die spoelen, die gelijkstroomweerstand, bla bla bla. En dit hebben we gemeten. Ga dan al die parameters zo op aanpassen dat hij dat goed beschrijft. We hebben alleen maar de modulus voor nodig, we hebben dus geen fase te meten. En dan ga je het zogenaamde Sobol-netwerk uitrekenen. En meneer Sobol is iemand die, geloof ik, toen ik nog in mijn luier lag, bedacht heeft dat je met zo'n netwerk parallel aan de luidspreker een keurig omse gedraging van de luidspreker krijgt. Goed, dit is dan het resultaat van zo'n Sobol-netwerk. Een zuigkring om de resonantie van de speaker op te lossen. En een RC-combinatie die de spreekspoelinductie compenseert. Dit is dan een voorbeeld van een resultaat ervan. Hier staan telkens drie curves. Dit is de gemeten en de berekende impedantie. Er zijn echt twee hoor. En dit is de impedantie na compensatie. Dus je ziet dat die piek van de resonantie is weg en het oplopen van de spoelinductie bij hoge frequenties is weg. Dus als je gaat kijken naar de fase tussen spanning en stroom, dan is dit gemeten en dit de berekende fase en dit is de fase na correctie. We realiseren dat een zuivere weerstand heeft dus een constant, een waarde 0 tussen spanning en stroom. Dus je kunt heel veel meer bereiken. Veel luidsprekerunits hebben een verschillend rendement, dus je moet dan de zaak aanpassen. Dat doe je met degene die het sterkst is wat te verzwakken. Als je impedantiecompensatie hebt toegepast, wordt het veel eenvoudiger, omdat de luidsprekerunits met dat zoveel netwerk zich als een zuivere weerstand te gedragen. Als je natuurlijk zo'n complexe impedantie hebt, zoals je dus hier ziet, en ik wilde met een RC-netwerk dat RR-netwerk gaan corrigeren, dan heb ik wel een probleem. Want de verzwakking hier is heel anders en hier dan dat die hier is. Dus dat geeft invloed op de frequentiekarakteristiek. Maar als het ding zuiver ohms is, dan kan ik door een combinatie van serie- en parallelweerstanden iedere verzwakking realiseren die ik wil, terwijl de impedantie totaal niet verandert. Doe ik dan? Dit is dan de luidspreker plus zoveel netwerk. Dus dat is in feite een weerstand. En door een serie en een parallel weerstand toe te passen, kan ik zorgen dat ik een bepaalde verzwakking krijg. En wat ik hier zie, blijft precies hetzelfde. Voor degenen die het niet geloven, mogen we een regenachtige zondagnamiddag gaan doorrekenen. Als ik een 8 ohm luidsprekerunit heb na een impedantiecompensatie en ik wil 1 dB verzwakking, moet ik een serieweerstand van 0,87 ohm gebruiken en een parallelweerstand van 65,6. Als ik dan
doorrekening heb ik nog steeds 8 ohm. En, nou, voor andere waarden komen uiteraard andere weerstanden uit. Maar ik kan dat perfect doen zonder dat het enige invloed heeft op mijn scheidingsfilter. Het heeft ook geen enkele invloed op mijn versterker zit. Goed. Hoe maak je nou zo'n scheidingsfilter? Nou, dat wordt met een brandstof gecompenseerd doen. Dat is ook veel eenvoudiger, want dat zijn zuivere weerstanden. Ga er maar aan staan wat zo'n hele complexe impedantie met een scheidingsfilter doet. Nou, dat is een leuk sommetje voor de computer, ik begin er niet meer aan. Ja. Maar je kunt dan ook een veel eenvoudiger, een vlakke impedantie van het totaal realiseren. Dat vind je versterker lekker, want die wil graag spanning en stroom in fase houden. Nou, om een correct tijdgedrag van het filter te krijgen, ben je genoodzaakt om eigenlijk alleen maar eerst door het filter op te passen. Al het andere geeft versmering in de tijd, ontkom die dan. Het heeft toch als bijkomend voordeel dat je impedantie constant in de hoogte blijft. Dat kan eerste orde filtering onder één voorwaarde, namelijk je eenheden moeten relatief breedbandig zijn. Als je hele scherpe filtering gebruikt, dan kun je natuurlijk toestaan dat dat ding buiten zijn gebruik, buiten de frequentieband, zich veel vervelender gedraagt, maar je tijdgedrag van totaal gaat naar de Filistijnen. We hebben het hier toegepast met één klein voorbehoud. Ja. Bij ver boven de overnamefrequentie tussen de units voor de middentonen en de lage tonen hebben we een tweede orde laag door laag gedrag aangebracht om die resonanties die we hebben gezien te elimineren. Dus keuze uit verschillende kwalen. Je kunt dus zeggen: oké, ik neem een luidspreker die die dingen niet heeft, maar heeft die een slechte tijdgedrag ingebied dat ik hem wel gebruik. Dus we hebben hiervoor gekozen dat het ver boven de wisselfrequentie dat dan wat onderdrukken. Nou, dit is dan de impedantiekarakteristiek van de Pasithea. En de vergelijking met het ding dat ik eerder liet zien, dit loopt van 0 tot 10 ohm. En dit is nominaal 6 ohm. En je ziet dat de waarde is vrijwel constant, zeker als je het vergelijkt met wat ik eerder liet zien van een commerciële luidspreker. Nou, dan hebben we nog het probleem van een lage weergave. Ja. Ik ben geen fan van Basse Flex. Waarom niet? Nou, die geeft wel lage frequenties weer, maar het tijddomeingedrag is minder. Er zijn meer mensen die erover denken, onder een aantal recensenten. Algemeen zeg ik het gebruik van resonanties, ook bij moving magnet pick-up elementen, heeft hoorbare afwijkingen tot gevolg. Dus ik ben daar geen fan van. Een alternatief is de akoestische box. Ja. Die heeft wel een goed tijdgedrag. Ja. Met het behoud van ellende komt in het diep. Ja. De oplossing is die we gekozen hebben is van: met elektronische correctie kun je kool en geit sparen. En net wat we gedaan hebben, ja, dit is het gedrag ongecorrigeerd. We passen een elektronische correctie toe, die heeft deze karakteristiek. En dan na correctie krijgen we dan dit gedrag. Dan ziet we zijn een flink eind in de goede richting opgeschoven. Maar we hebben het tijdgedrag keurig intact gelaten. Dus daardoor kun je dus een systeem krijgen dat en diep komt, maar ook wel een goed tijdgedrag in het laag heeft. Nou, dat brengt ze bij de conclusies. Nou, het afstraalgedrag is gewoon erg belangrijk voor het totale klankbalans en het seriebeeld. Door twee tweeters per kanaal toe te passen, hebben we ook een hoog en diep ooggedrag weten te realiseren. Is geen goedkope oplossing, dat zeg ik onmiddellijk achteraan, maar het gaat om het eindresultaat. En de lage tonen die hebben we laten rondstralen door woofer horizontaal te positioneren en een piramide erboven te monteren. En we horen in de tijd, en daar is het tijdgedrag erg belangrijk, dat hebben we op deze wijze dan gerealiseerd. Nou, door een goede keuze van tweeter, midden- en laagtoonluidsprekers en elektronische laagcorrectie, plaats van basreflex, kunnen we dan het voor elkaar krijgen. Helaas hebben we slappe filtering nodig, maar door de goede keuze van units wordt dat mogelijk.
En ja, paneelafmetingen blijft altijd een keuze uit zo'n soort. Alleen enerzijds weet je zo groot mogelijk, anderzijds moet het wel in de huiskamer blijven passen. Dus ja, het, de beperkingen. En we hebben een relatief eenvoudige ombouw, destinatief mogelijk gemaakt. En aan de achterkant zitten een aantal doorverbindingen, die kun je loshalen. En dan kun je dan twee versterkers aansluiten met ons actief schermstilte ervoor. Nou, wat betreft interactie, het impedantieverloop van de luidspreker is erg belangrijk voor de interactie tussen de luidspreker en de versterker. Die zuiver om te maken wordt een stuk gunstiger. En dat kun je voor elkaar krijgen door impedantiecompensatie op alle units toe te passen in combinatie met eerste orde filtering. En we zijn van mening dat door dit allemaal toe te passen op Pagitea, we een mooi klinkende, een muzikale luidspreker van de huiskamer hebben gerealiseerd. Dit is dan een foto van wat het eruit ziet. Vragen kunnen we stellen via info@tempororegions.nl en demonstraties mogelijk bij het Design Audio in Westzaan, maar afspraak daarvoor is aanbevelingswaardig. Dank voor je aandacht.